kan ik 10 minuten in de trein, dus ik moet heel snel zijn. Zodat ik hem haal. Lucky niet dat we aan het station zitten. Moet je ook die van Tina hebben? Oei, is het 4 minuten? Ja. Oh mijn god, het is 4 minuten. Run. Ik ben mat als uitgeput. Ik heb hier een klein stukje moeten lopen. En ik kan je zeggen, ik ben helemaal buiten adem voor de komende 2 uur of zo. Hè. De 2 bussen die ik kan pakken zijn allebei juist door, letterlijk juist. Daar zijn ze letterlijk, what the fuck. Ik ben nu in mijn straat naar huis aan het wandelen. Het is zo kut weer. Het is zo wat miserig. Zie je dat? Ik kan zien aan mijn haar ook, dat echt een mossels. KUT-weertjes. Ik zie jullie wanneer ik thuis ben. Zie je alles gewoon. Kijk eens. Hey Billy. Hey Billy. Oh my god, ik ben zo blij dat ik thuis ben. Wat een gek. Ik ben echt blij. Het was zo lang weg. Ja, do not know. Ik ben blij. Het was van 7:45 vandaag tot 4 uur. Normaal 4:30, maar gelukkig 4 uur. Het is nu 5:10. Yes. Ik heb zo hard gepleit. Ik had echt... Het was gewoon zo aan mijn tante dag, want ik had dus eerst 2 uur les. Jullie zien het toch? Dag jongen. En nu is hij weer weg. Maar dus ik had 2 uur les. Dan had ik 3 uur niks. Maar ik kon niet naar huis gaan, want ik denk dat ik thuis ben, moet ik alweer terugkeren. Dus ja, ik kon niet naar huis gaan. Ik heb daar 3 uur gezeten en mijn gsm was zo snel aan het plat gaan. Dag Billy, welkom. Dag jongen. Ja, mijn gsm ging dus zo snel plat. Dus ik durf ook niet op mijn gsm. Dus ja, ik heb gewoon samenvattingen allemaal. Bijvoorbeeld een student, you know. Oké, achter school open ik mijn pakketjes. Daar ben ik altijd heel erg excited voor. Dus vandaag heb ik een pakketje van Zalando. En ik heb ook appeltjes gesneden. Because I want to be healthy. Oké, al, het is tijd om de unboxing te doen. Ik heb een pakketje van Zalando. And we are going to open it up. Oké. Okay. Oh my god, dat is zo blij. Oké, dan heb ik dit. But first of all... Ik wil al zo lang een badjas. Ik heb eindelijk een badjas. Oké, ik ga deze niet passen. Hij lijkt super zacht. Oké, dan. Ik weet even niet meer wat ik besteld heb. Oh, het is juist. Dan heb ik whitening strips van My White Secret. Deze appel smaakt niet super lekker. Billy, heb je eraan gelegd? Ik hoop van niet. Ik heb deze op de 11 om de spel te eindigen. Oh my god, hij is zo zacht. Oh my god, guys. Je kan het ook een beetje zien, het is zo zacht. Ik ga even mijn trui uitdoen en ik ga hem passen. Oh my god, eindelijk. Ik wil dat zo lang al. Ik weet niet waarom ik dat nooit eerder besteld heb. Oh my god, I'm so obsessed with it, guys. Deze is van Anfield. Kijk, en hier is hij zo. En hij is zo zacht. Oh my god, dat is echt niet te doen. Oh my god, ik kan er niet van blijven. Ik kom gewoon heel tijd. Obsessed. Wat vind je ervan, Billy? Let's get ready with me to go to my boyfriend. Ik ga eerst een keer mijn boyfriend sturen. To know if he wants to go together to the gym. Or if he doesn't want to go today. So that I can go alone.
Oké, okay, ik heb het gevraagd. Ik weet niet of die haar kunnen antwoorden, because he's working. Oh ja, ik ga het ticketje eraf hangen. Want ik weet zeker, ik ga dat niet terugsturen. Iedereen, als je nieuwe badjas nodig hebt, dat je wilt weten. Anfield. En hierover, jongen. Ziezo. Mijn haar is weer op teruggroeien. Like in september, ik ga foto's inzetten. In september was het echt kort en nu is het alweer. Hier, ongeveer. Billy, je hebt nog niet hallo gezegd tegen de camera. Hallo allemaal. Poetje. Bezintje. Maar ik ga nu gewoon een beetje chillen, gewoon een beetje TikTok kijken. En dan we'll see. Oh my god. Ik heb vandaag zo grappig een video gepost op TikTok. Go watch it. Just like deze met mijn boyfriend. Dat was zo. Kiss Mary Kill doen. Of fuck Mary Kill. Met Disney. Vieren. Guys, did y'all see the Super Bowl dingetje show? Oké, okay, ik ga eerst zeggen, did y'all see the Super Bowl? Als je enkel de halftime show gekeken hebt. Come on guys. Dus ik heb heel de Super Bowl gekeken. Ik heb ook wel een beetje TikTok moeten toegeven. Maar helemaal gekeken wel. I follow it, especially for my boyfriend. Die halftime show. Ik denk het enige wat ik en mijn boyfriend heel de tijd hebben zitten zeggen van ze is zwanger. Is ze zwanger? Ik denk dat ze zwanger is. Nee, ze is niet zwanger. Misschien is ze nog haar baby bump. Ja, maar haar andere baby is toch al. Is toch nog jong? Ze is zwanger. Nee, dat kan niet als ze zwanger is. Dat zijn de dingen die wij heel de tijd samen te zeggen. Mary, laat nooit iets van je horen. Dan plots staat ze daar. En sorry, maar degene die backup dancer was, die doop. Dat dansje deed van TikTok, all credits to her. Ze was de beste backup dancer and no one can tell me otherwise. But the halftime show of the Super Bowl was bang fire. Maar ik zat altijd te kijken op tv en ik was van, in het echt, dat moet cool zijn en al. Maar ik ben net me kapot zo lachen als je zo, ja, dat is anders hé, want op tv zien we wat ze willen zien. Wat ze willen dat we zien, like zo die coole, wow. Ik ben echt, zie je dat niet, die coole, wow. By the way, normaal werk ik voor school in de avond. Maar vandaag gaan we het niet doen, want het is donderdag vandaag. Maar ik heb morgen de hele dag vrij. Nou, gaan we die of niet? Oké, this is my gym outfit. Het trekt echt op de zak, vind ik, want zo die drie kleuren. Maar ach, ik heb geen ander topje op dit moment, dus it's gonna be this. Deze jogging is van Brandy Melville, dan mijn Vans. Dan heb ik dit topje dus van Shane. Deze is ook van Brandy Melville. Apple Watch zit hieronder en is opgeladen. Vandaag is zo de dag in de gym that I'm not feeling like taking a locker. Dus ik ga gewoon mijn oortjes meedoen. En ik heb mijn oortjes mee naar beneden, heb ik nog een drinkfles en ja, mijn kaart. Dan moet ik nog een handdoek pakken. Dus ik heb de handdoek, deze in en mijn oortjes. Maar oké, okay, let's go to the fitness. Maar ik mag wel mijn waterbottel niet vergeten. We're in de car. Oké, okay, hopelijk heb ik straks nog plaats voor de deur als ik terug thuis ben. Oh, mijn waterbottel is vergeten. We gaan gewoon drinken als ik thuis ben dan. Let's go to the gym. Ik heb wel een tijdslimit, hè. Om 7:30 moet ik alweer klaarstaan. Het is niet 5:50. Dat gaat nooit lukken, hè. Ik sta juist geparkeerd bij de fitness. Ik ben aan het kijken of ik hier moet betalen. Ik heb een parkeerschijf gewoon. Guys, I'm back outside. 25 minuutjes, een half uurtje ongeveer in fitness. Maar ik wil niet langer doen, aangezien ik er een uurtje moet klaarstaan. We're in the car. Die mensen waren me in de rond aan het wandelen en ze keken me zo hard aan. Het ding is, in de fitness, je hebt zo the kind of people, iedereen door elkaar. Dan vind ik het niet erg om mijn ding te doen. Like, dit is mijn ding. Daar ben ik zo goed in, de rest ben ik echt goed in.
Maar als het zo echt enkel bijna bodybuilders zijn, dan denk ik van... Dus ik vond dat ongemakkelijk. Ik heb liever als het zo een mix is van mensen. Nu ga ik snel naar huis. Het is aan de ene kant nog niet zo erg. Het heeft zijn voordelen vandaag, want ik moet bijvoorbeeld snel thuis zijn, vroeg thuis zijn, dus dat moet ik ons klaarmaken. So that's what we are doing right now. We are going home. Het is 6:35. Oh my god, ik moest een beetje bus passeren. Ik vind het al zo goed om bus te passeren, omdat het al zo breed is. Oh, chill. Oké, het is daar een halte. Ik ga hem snel voorbij steken. Oké. Ik stress daar altijd zo voor, want ik kan dat niet inschatten of zo gebreed en wat. En ik ben altijd bang dat ze tegen mij zijn of ik tegen hen. Hi guys and welcome to my room. Ik hoorde doen alsof ik gevolg was. Ik ben zo blij met deze kamerjas. Oké, ik ben obsessed met de kamerjas. Maar oké, we moeten door doen. Ik ga mijn haren drogen, want voordat ik mijn haren droog heb wel, wil ik deze whitening strips doen. Het ding is, ik moet nog eten. Kijk, er staat nergens op, don't eat after. Dus, we are going to put them on, dry my hair, and we shall see. Ik moet morgenavond ook gaan eten. I forgot. En nu eet ik het terug. Oké, dit is upper en dat is lower. Oké, hoe de heck moet je dat aanbrengen? Ik heb dat dus nog nooit. Ah ja, het zit erop. Mag je slikken terwijl? Ik weet niet, oké. Ik heb ze niet droog gemaakt, ja. Wat een hack. Oké, dit is raar. But you know, self-care. Taking my Dyson. Hopefully it doesn't leave me abandoned. This is the first time in my life putting on whitening strips. Oké. The hair is brushed. Gekamd. En nu kunnen we dryen. Je laat me weer al in de steek, hé. Dat is hier niet te doen. Zo goed als droog. Gewoon de roots zijn niet zo droog om eerlijk te zijn. Met even zoeken. Because I want to do some skincare. En dan kunnen we dit ervan halen. Oh my god, Christ. Ik moet iets zeggen. Dus ik heb nog de iPhone 11 nu. Ja, ik ga de Charizard wel nieuw kopen. Tot misschien een paar weken geleden was alles nog perfect oké ook met mijn gsm. Maar vandaag, terwijl deze 13 op 30% naar beneden ging, ging mijn nieuwe iPad 3% naar beneden. Like, het was hell. Maar oké, we gaan dus een beetje skincare doen. Ik ga gewoon mijn skincare doen. Ik am going to give myself a glowy skin. Man, dit spraakgebrek. I'm not. I don't like the spraakgebrek. Oh. Nu serum. Ik gebruik het. Oh, wow. Ik gebruik het Deep Sleep Serum ofzo van Essence. Daily Drop of Beauty Sleep Ampoules. Nog weer een klein druppeltje. En dan kan je gua sha in. Dus dan kunnen we gouache hebben. Amai, mijn under eyes zijn wel, zou je kunnen zeggen, dat ik vroeg wakker ben. Oké, achter de serum ga ik eerst al die strips afdoen. Oké, dan ga ik in met de roller. But oké, let's take this out. Wow, dat is echt zo gel. Play. Damn, wat moest je doen met dat restje aan die gel? Rinse. Oké, we gaan rinsen. Oh my god, het werkt. Nu moet ik dat in 14 dagen doen. Stop het, dat is wel echt cool, dat werkt gewoon. Oké, de tanden zijn dus weer clean. Ja, nu gaan we snel doordoen, want binnen 10 minuten moet ik vertrekken. Oké, ik heb... Serum heb ik gedaan. Nu olie. I use the Kruidvat Original fruitolie met amandel. Ga ik ook weer met de Jade Roller. Oh my god. Als je fan bent van mijn smeren, heb je het waarschijnlijk al gezien. Maar ze gaan gewoon uitkomen met een boek. En dat boek noemt Half of It. En ik denk dus, ten eerste, ik kan echt niet wachten tot ik dat boek ga kunnen lezen en al. Ten tweede, ik denk. Dat haar album The Other Half gaan noemen.
Wat denken jullie? Allee, dat ze dat boek heeft en dat ze nu dat de album heeft, uit dat album dan zo The Other Half kan noemen. Hydration. It feels very hydrated. Ik zou zo'n wiretje moeten kopen, zo. En dan voor mijn lippen ga ik een beetje vaseline van dit schattig potje. Oké, ik ga me nu omkleden. Ik ga gewoon weer mijn grijze tracksuit aandoen en dan kan ik mijn zak snel maken en dan kunnen we vertrekken. Dus ja, top. Oké, ziezo. Ik moet gewoon nog mijn trui aandoen, maar ik ga nu eerst mijn zak maken. But this is the outfit of the night. Maar tot zover. That's my boyfriend. Oh, 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 oh. Ja, het was dus eigenlijk ook de outfit van de day, maar niemand weet dat, behalve mijn klasgenoten. Oké, natuurlijk weet jullie dat, zo ben ik begonnen. The bag I will be taking is deze Ted Baker. Ik mag gelukkig niet zoveel meedoen omdat ik morgenochtend eigenlijk direct naar huis kom. We gaan er deodorant, body lotion, gardenia parfum. Wat moet ik nog meedoen? De haarborstel, portemonnee. Voor de rest, I don't think I need anything. Ik heb me geen zin, maar wat heb ik me geen zin. And I'm ready to go to my boyfriend's house. Dus ja, dankjewel allemaal om te kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie mijn afterschool routine leuk. Sowieso ga ik waarschijnlijk wel nog een keer eentje doen wanneer ik niet bij mijn boyfriend blijf slapen dan. Maar morgen heb ik geen school, dus oh my god, mijn weekend is al begonnen. Maar oké, dus als je nog gewoon een normale afterschool routine wil zien, vergeet dan niet om de video een like te geven en te subscriben, zodat je de video dan zeker niet mist. En vergeet ook geen kijkje te nemen naar mijn social media. Dat was het dan. Dankjewel allemaal om te kijken naar deze video. En ik zie jullie bij de volgende terug. Bye bye. Nu moet ik al die lichtjes in mijn kamer uitdoen. Omdat ik dat mooi en aesthetic wil voor de video. Allee, let's go.